Yes, welkom bij een nieuwe video van de vakantiegangers. Mijn naam is Robin en dit is wel een hele speciale. Ik ben in Mexico en blijf voor een maand, dus ik ben nu in Tulum. En dan vervolgens gaan we een rondreis maken. Dat doe ik niet alleen, met mijn twee toppers, Demi en Marciano. Die gaan jullie sowieso nog in de vlog zien. Ja, en ik ga jullie gewoon laten zien wat hier allemaal te beleven is. Later! Aangekomen bij Cenote Dos Ojos, een van de vele cenotes hier in Quintana Roo, en we gaan even kijken hoe het hier binnen is. Let's go. Dos Ojos, was wel leuk met de schildpadjes en zo. En we gaan nu door naar de volgende. Calavera. Ben benieuwd. De cenote waar we net waren, dat was niet Dos Ojos, maar dat was de Gran Cenote. En Dos Ojos komt sowieso nog een keer langs. Zoals jullie zien ben ik getransformeerd in Robin Hood. Dit was wel een duur grapje, moet ik zeggen. Dus tip voor jullie allemaal, laat je nooit oplichten. We zijn nu bij de Maya-ruïnes, dus we gaan gewoon even door met de culturele tour. En ik ga jullie laten zien. Mij zie je de Maya-ruïne. Deze ruïne is gebouwd op een 12 meter hoge klif. Het ziet er echt wel heel vet uit. Het is echt heel nice om hier gewoon even rond te lopen. Zeker een aanrader. Zoals jullie zien is het echt een prachtige zonnige dag vandaag. Niet dus. Dus we besluiten om even lekker te gaan gymmen. Maar eerst even een lekker bakje koffie. Ik ben aangekomen bij een van de populairste gyms van Tulum, de Jungle Gym. En we gaan even lekker een workoutje knallen. Nou jongens, blij op de gezonde tour. Net lekker getraind. En nu even lekker een smoothie drinken. Zo, gelukkig is het vandaag wel lekker zonnig. Ik ga lekker op het fietsje, even naar de beachclub. Beachclub Paraiso. Ik denk het wel even genieten vandaag. De rest die is achter mij. En wij gaan even bruin worden. Zo, we zijn weer op pad hoor. We zijn nu bij Cenote Dos Ojos. Als je erheen gaat, let op. Het weggetje is nog gehobbelig. Dus niet te veel gesuipen de vorige avond, want dan gooi je denk ik alles eruit. We gaan even kijken.
jongens, wie had dat gedacht? Helemaal alleen in de cenoot. Fucking hell. Echt super vet hier. Echt heel indrukwekkend om gewoon te zien. En wat ga je doen als het een beetje bewolkt is in Toulouse? Dan gaan we eventjes naar de tempel van Muyul. Ik heb geen idee wat het is. Maar ja, we gaan erachter komen. Ja, de tempel van Muyul. Daar kwamen dus de Maya-leiders, die kwamen daar bij elkaar om evenementen te aanschouwen. Dus ja, leuk. Zie je de tempel, die is 17 meter hoog en het is de hoogste aan de noordkust van de Quintana Roo. Zo, we door de jungle heen lopen, even kijken of we Mowgli nog tegenkomen. Hé Mas? Ik hoop het. Hier achter mij zie je dus het religieuze centrum van de hele Muyul plaats. En hier kwamen ze allemaal bij elkaar. Dit is het centrum dus.